Ja, varkensnet heet dat. Dat is een schitterend mooi product. De natuur is zoals altijd weer niet te verbeteren. Ja. En het is ook heel schoon. Een heel schoon product. Dan worden dus de ingewanden van het beest zitten daarin. En nu pak je die filet erin. Hmm. In plaats van een netje of een stokje of een touwtje. Dit kan je gewoon mee eten. Nou, verder heb je nodig wat shallotjes en knoflook. Die ga ik bakken. Ja. Een half losgeklopt ei. Wat sinaasappelsap. Wat zesters van sinaasappel. Salieblaadjes. Wat brood zonder korst. Kastanjes, tamme kastanjes. Wat worcestersaus. Wat room. Appel en bleekselderie. Ik ga vragen aan Mark of die erbij komt, want die kan jij dan helemaal goed in de gaten houden. En dan ga ik aan Ton vragen wat de keukengeheimen zijn achter deze gevulde kalkoenfilet. Ja, de crepinet van kalkoen, hè? Crepinet. Wat zit er in die vulling nou precies? Nou, voor de vulling begin je met twee shallotjes en een knoflookteentje. Fijn gesneden allemaal. In een koekenpan heel zachtjes op een zacht vuur, minuut of vijf, beetje boter. Aan te bakken. Ja. Met een beetje boter. Dan ga je naar de keukenmachine. Met het sikkelmes vermaal je daar het brood in. Dan gebruik je oud casino brood bij. He, dus dat moet goed verkruimeld worden. Dan doe je daarbij de kastanjes en de salieblaadjes. Die moeten ook grof verkruimeld worden. Ja. Of gemengd worden doorheen. Ja. Dan doe je 3 eetlepels sinaasappelsap erbij. Je doet de helft van het losgeklopte ei erbij. Dan wissel je de sikkelmes in voor de julienneplaat van de keukenmachine. Dan doe je de bleekselderie en de appel erbij, waardoor die een mooie lucifer lange dunne reepjes er ook doorheen komen. Ja. Dan haal je het hele spul eruit, doe je in een kom, meng je daar de sinaasappelschilletjes, de zeste doorheen. Dat is heel erg lekker voor de smaak. Mm. En je maakt het dan smeuig met een beetje room. En peper en zout erbij natuurlijk en een heel klein beetje woestersaus. Dus dat het goed op smaak is. Dan heb je de kalkoenfilet, maar dat is van een vrij grote filet van een kalkoen. Ja. Dan snij je daar stukken af. Per persoon ongeveer 125 gram. Die moet je plat slaan. Daar kun je dan de vars op doen en dubbel vouwen. Maar Paul die heeft ook ingesneden. Ja. Dat wordt wat boller, wat groter. Ziet er ook heel mooi uit. Ja, dus dan kun je zo'n filet insnijden met een scherp mesje. En dan de vulling daarin doen en dan dichtvouwen. Dan pak je het varkensnet, crepinet. Hè, al die gerechten aan crepinet zijn altijd gevuld, want het is alleen maar om in te bakken. Hè, dus waar je ook een touwtje voor kan gaan gebruiken of een prikker. Is dit wel heel erg lekker, want het maakt het vlees smeuig. Ja. Vooral zo'n kalkoenfilet is vrij mager. Want er zit natuurlijk vet in feite. Er zit vet in, maar het lost ook helemaal op, dus je ziet er niks van terug. Nee, nee. Het is helemaal eetbaar en heel erg lekker. Het maakt het gewoon heel erg smeuig, het gerecht. Ja. Dus dan pak je ze in en dan braad je ze even aan op het vuur om vast een kleurtje te geven. En dan gaan ze in een oven van ongeveer 200 graden, 10 tot 15 minuten. Is dat aanbakken alleen maar voor het kleurtje of ook om het even dicht te schroeien? Kijk, hoe langer je het aanbakt, hoe minder lang het in de oven hoeft natuurlijk. Hè? Dus is het een of het ander. Maar je krijgt in de pan meer kleur dan in de oven. Ja, precies. Hè? Dus dat is eigenlijk de crepinet. En is dat nou een standaardvulling of kan je daar nog meer variëren? Oh nee, dit is dus met brood eigenlijk en ei. Losgeklopt ei, om de hechting te krijgen aan het vlees. Ja. En want dat is het leuke van deze vars, dat het goed erin blijft zitten. Hè? Dat het niet zomaar eruit valt. Ja. Maar je kunt ook gehakt nemen. Bij kalkoen zou ik kippengehakt nemen. Je kunt het halfom met kalfsgehakt doen. Of varkensgehakt, wat ook weer wat smeuiger maakt. Wit vlees in ieder geval. Wit vlees. Je kunt er rijst in doen in plaats van brood of zo. Ja, dat kan ook heel goed. En je kunt allerlei kruiden erin doen. Hè? Je kunt ook in plaats van salie bijvoorbeeld peterselie erin doen. Dat is ook heel erg lekker. Koriander kan erin. Je kunt dus variëren. Mm. Maar noot is altijd lekker. Hè? Nu hebben we kastanjes gebruikt. Ja. Maar je kunt ook hazelnoten of amandelen fijn gemaakt erin doen. Ja. 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 Ton, hoe worden die aardappelpuree-torentjes nou gemaakt van Mariette? Oh, dat kan ik je vertellen. Je neemt een kilo aardappelen voor dit recept. Mm-hmm. Daar moet je natuurlijk afkopers nemen, want het moet puree worden. Natuurlijk. En die moet je ook, misschien heb je het wel eens gehoord, met wat minder water opzetten dan vastkokers. Ja, gaat het vocht eruit? Gaat het vocht eruit. Nou, die doe je door de puree knijpen, wat Mariette gedaan hebt. Ideaal gewoon ding. Boven de pan, ideaal ding. Ja. Daar roei je 50 gram boter doorheen, dus op het vuur. Dan zet je het vuur af, of je haalt de pan van het vuur, kan natuurlijk ook. Ja. Doe je er 2 eitjes doorheen. Hele eieren? Hele eieren, er doorheen roeren. Een beetje notenmuskaat en peper. En een beetje zout als het nog niet op smaak is. Nou, dat hussel je goed. Geen warme melk dit keer? Geen warme melk.
Dat is een goede vraag van jou. Mm-hmm. Want als je dan toontje spuit, dan zakken ze in en wordt de puree te slap. Dus voor de stevigheid. Voor de stevigheid, geen melk. Mm. Nou, als dat mengseltje klaar is, dan neem je een spuitzak. Maar je hebt gebruikt een plastic spuitzak. Dat zijn disposables, die kun je weggooien. Dat is veel hygiënischer natuurlijk. Ja. Nou, dan spuit je op de bakplaat, spuit je de torentjes. En die moet je even een eindje loskloppen. Daar wat water bij doen. Nou, goed insmeren. Dan de oven in, ongeveer 225 graden. 10 minuten ongeveer. Erg mooi uit. Ja, hè? Het is weer heel anders. Een hele grote kalkoen. Het is makkelijk hanteerbaar. Ik vind die puree-torentjes erg leuk, hè? Ja, nou, het is ook heel handig. Je kan ze ook twee of drie dagen van tevoren maken en invriezen. Dus dan hoef je ze alleen maar op de bak laten leggen. Nee, dat maakt niks uit, nee. Je kan toch ook ingevroren kopen, maar deze zijn natuurlijk extra lekker. Nou, we hebben hier een lekker rosé bij. Zelfs twee. Dit is één uit de Provence. Zal ik jullie vast een slokje geven? Lijkt me een goed idee. Ja, dat lijkt me een goed plan. Zijn goed koel, hè? Ja, die moet je koel schenken natuurlijk, hè. 10, 12 graden. Dus niet direct uit de koelkast, hoor. Dat is toch een misvatting. Dus niet te koud, want als het te koud is... Dan heeft hij weinig smaak. Dan raakt hij smaak kwijt, hè? Dat is jammer. Deze is iets donkerder. Nee, die is iets donker. En rooier, hè? Ja, die heeft iets meer kleur. Ik zal het je vertellen. Dit is een rosé uit de Provence. Dat ligt hier. En dit is een rosé uit de Languedoc. Dus deze streek, dus eigenlijk allebei heel dicht bij de Middellandse Zee. Deze iets zwaarder lijkt me zo, aan kleur te zien. Ja, de wijnen uit de Languedoc zijn meestal wat steviger dan de wijnen uit de rest. Hè? Van, de, van de streekwijnen. Nou ja, rosé is echt weer behoorlijk in opkomst, moet ik zeggen. Mm-hmm. Zeker met de keukens die we op het ogenblik hebben. Veel mediterrane invloeden, waar dus deze wijn heel goed bij past. En deze Provence rosé is, vind ik dus, want het is natuurlijk heel vreemd om met kerstmis een rosé te drinken, maar bij de kalkoen, bij kipgerechten, is een rosé namelijk heel erg lekker. Absoluut. Het is een hele droge wijn. En zullen we een slokje proeven, jongens? Ja, dat stiekem gedaan, hoor. En ik zal de Languedoc rosé eens even inzetten. Ja. Het is uit de Corbière deze, dus dat is een beetje in dat gebied. Die heeft ook een heel andere kleur, hè? Die is echt meer nou, roze, hè? Heel anders ruikje. Dit is meer de kleur van een uierschil pleur d'oignon. Nee, maar dat noemen ze ook zo. Ja. Het is een droge wijn die dus heel fris en jong gedronken moet worden. De Languedoc wijn, die is iets steviger. Nou, en kun je dus. Ja, ja, absoluut. Ja. Trouwens. Ook erg lekker. Maar je proef maar even. Mensen denken nog steeds, en het is echt achterhaald, hè, dat de rosé over het algemeen een mengwijn is. Hè? Een beetje rood en wit bij elkaar. Ja. Maar dat is echt niet waar. De wijnen worden allemaal van blauwe, ja, we zeggen rode druiven, maar van blauwe druiven gemaakt. Mm. En naarmate die kleur meer kleur heeft, laten ze de druiven schillen. Laten ze wat langer meegisten. Hè? Dus zeg maar gemiddeld zo'n 12 uur. Doe je wat langer, krijg je ook iets meer kleur. Dus deze is zeker wel 24 uur zijn die schillen meegegist. Waardoor die door het pigment wat in de schil zit, wat meer kleur krijgt. In een mooie keuken vinden we steeds vaker roestvrij stalen inbouwapparatuur. Siemens biedt verschillende compacte combinatieovens. Bijvoorbeeld deze met een prachtige roestvrij stalen greep. De combioven heeft voor elk gerecht een perfect ovensysteem. Onder- en bovenwarmte, hete lucht, maar ook circulatiegril en vlakgril. En natuurlijk de magnetron, die gecombineerd kan worden met alle ovensystemen. De bereidingstijd van ovengerechten kan hierdoor tot een derde worden teruggebracht. En natuurlijk heeft Siemens ook een grote combioven waarmee u snel een heerlijke maaltijd bereidt. Bij een lekker ontbijt hoort een gezellig gedekte tafel. Een feestelijk servies mag dan natuurlijk niet ontbreken. Aquarel bijvoorbeeld, de luxe variant van het bekende boerenbondservies. Prachtig aardewerk van hoogwaardige kwaliteit. Met de hand beschilderd. Van eierdop tot ontbijtbordje. Samen ontbijten wordt nu nog leuker. Aquarel en Bona half vol. Een tractatie voor uw ontbijttafel. Deze keuken in dit programma is de unieke Symmetic module designkeuken. Geen aanbouwkeuken, maar losse modules. Waarmee u precies de keuken kunt samenstellen die u mooi en handig vindt. Dat is individueel design van Symmetic.
U kunt de modulekeuken naar wens later gemakkelijk uitbreiden of veranderen. En zelfs mee verhuizen. Zo hebt u al langer plezier van en dat is wel zo voordelig. Uw Symetic adviseur laat u de modulekeuken graag zien. Ook topkoks zeggen, het liefst een Symetic. Met de Braun Café Quattro maakt u snel en makkelijk vier heerlijke koffievariëteiten bij u thuis. Dankzij het 16 bar pompsysteem krijgt u espresso met het karakteristieke bruinrode crèmelaagje. Met het handige opschuimhulpstuk maakt u snel heerlijke opgeschuimde melk voor cappuccino. En met het speciale filter maakt u echte Franse café-crème of gewoon een Hollands kopje koffie. Eenvoudig te bedienen, makkelijk schoon te maken en zo compact dat hij past in iedere keuken. Oké, Mariet, jij gaat een kerstbommen maken. Dat is een cake met eiwit bestreken even in de oven. En een mooie vulling erin natuurlijk. Mooie vulling erin natuurlijk. We hebben voor nodig 1 deciliter melk, 1,5 deciliter water, 200 gram amandelspijs. Ik heb hier vast 7 blaasjes gelatine geweekt. 4 deciliter slagroom. En wat 300 gram aardbeetjes voor door de vulling heen. Ik heb hier een cake. En ik heb wat rum met water. Daar besprenkel ik straks de cake mee. Hier heb ik het eiwit. Dat sla ik straks op met suiker. Dat overheen komt. Ja. En ik heb hier wat lekkere fruitsoorten ter garnering. Lychees, vijgen, mangistans. Heerlijk. Dus... Ik kan er bijna niet afblijven. Ik denk dat jouw broers hier ook van op de hoogte zijn. Ik denk het wel. Dus je kan wel lekker gaan zitten, hè? En we laten Mark komen. Ja. Kom maar, Mark. Ga ik maar gelijk beginnen. Hallo. Even snel beginnen. Het lijkt me verschrikkelijk ingewikkeld, zo'n bombe. Nou, dat is ook niet echt eenvoudig. Maar ja, het is maar 1 keer per jaar kerst, hè? Dat is waar. Maar hij begint met die, die vulling bestaat ook hoofdzakelijk uit melk met amandelspijs. Dat amandelspijs, hoe weet je nou of je nou echt een goede amandelspijs hebt? Je moet bij een goede banketbakker of een goede winkel moet je amandelspijs kopen en niet imitatie amandelspijs. Niet zo'n varkentje erin. Nou, die wordt gemaakt van witte bonen, dat is een ander product. Dat is ook bitterder, dat is van minder witte bonen? Lekker. Ja, van bonen wordt dat gemaakt. Maar goed, je doet dus die amandelspijs en melk, die breng je aan de kook. Daar maak je een soort emulsie van. En dan doe je in dit geval 7 blaadjes gelatine door. Gelatine heb je, er is een soort... een regel voor dat je ongeveer tussen de 16 en de 20 gram per liter gebruikt. Dan heb je een goede consistentie. Ongeveer hoeveel blaadjes zijn dat? Dat zijn 7 blaadjes. Mm-hmm. Die los je op in die melk met de amandelspijs. En dat moet dan afkoelen, omdat er later geslagen room doorgaat. Maar waarom moet het eerst afkoelen? Omdat je hem luchtig maakt met geslagen room. En als die met een warme substantie in aanraking komt, dan loopt die gelijk weer terug. Dus dan schiet het niet op. Zou je dat ook kunnen opvangen door bijvoorbeeld in ijswater af te koelen of in de koelkast? Ja, absoluut. Ja. Nou, ijswater is het meest efficiënt. Hè? Ja, ook bij Marie in ijswater. Nou ja, een bak, ja. Oké. Okay. Toch? Zo nou, gaat ja, het toch? Leuk, ja, dat is leuk bedacht in ieder geval. Ook bij Marie is altijd warm, maar dit dan... Ja. En ja, je bent wel van mijn apropos af. Zeg. Nou, zeg, ga rustig door. Wat het bij het ijswater in de koelkast dat kon. Ja, in die tussentijd sla je de slagroom op. Mm-hmm. Daar vermeng je vast de aardbeien in. En dan doe je het afgekoelde mengsel van de melk, amandelspijs en gelatine, spatel je door die room heen. Dat de lucht bewaard blijft? Ja, dan is je vulling is in principe klaar. Maar nu komt natuurlijk het cruciale moment van de bombe. Dat is dat je die halve bol gaat beleggen met plakjes cake. Daar sprenkel je die rum op, vermengd met een beetje water. Het is rum uit Oostenrijk. Iedereen kent deze rum wel, want iedere Nederlander is wel een Oostenrijkse wintersport geweest, dus die kent hem. Even een napje. Ja, en het geeft een heel apart smaakaccent aan de bomben. En stel nou dat de kinderen willen meeeten aan die taart, voordat ze aan tafel al in slaap gevallen zijn. Ja, dan moet je in principe een stukje besprenkelen met die zand, met sinaasappelsap of een ander vruchtensap. Dit is jullie deel? Ja, zoiets. Moet je hem trouwens bevroren snijden of hoeft dat niet? Die cake? Nee, als die maar goed stevig is. Gewoon even goed in de ijskast. Ja, goed in de ijskast, goed onderkoeld, dat hij flink stevig, dat je dunne plakjes kunt snijden. Vervolgens doe je het roommengsel, dus de vulling, in de bombe. Mm-hmm. Die dek je weer af met dunne plakjes cake. Die besprenkel je weer met dit rum-watermengsel. En dan zet je hem ongeveer 4 uur in de koelkast om op te stijven. Na 4 uur haal je hem uit de koelkast. Dan moet je hem gaan starten. Dat is natuurlijk hartstikke tricky. Dat is heel tricky. Ja. Hoe heb je hem erin gedaan? Mariette had... Mariette heeft hem met plastic gedaan. Met plastic, en dat is dus het minst risico. Mm-hmm. Want dan weet je dat die altijd goed eruit komt. Maar een alternatief is? Alternatief is dat je vorm invet met
of een heel klein beetje olie of een beetje boter. En die moet je dan verwarmen zodat dat gaat smelten. En dan kun je hem starten. Goed, lekker makkelijk plastic dus. Ja. Dan ga je de eiwitten opslaan, eerst met een heel snufje zout. En dan, terwijl je die eiwitten opslaat, wat suiker toevoegen. Ja. En dan moet je hem goed stevig opslaan, dat je echt de pieken erin krijgt. De pieken erin krijgt. Ja. Toch een beetje zout erbij voor de smaak. Ja, een beetje zout op te halen, ja. En vervolgens ga je hem dan echt heel grof plamuren, zeg maar. Ja. Dat je echt een soort rotsachtige formatie hier krijgt. De Alpen krijg je. Ja, nou, dat is de bedoeling ook. Ja, mooi. Nou, vervolgens zet je hem een paar minuten in de oven, dat het eiwit gaat kleuren. Ja. 3 minuten in principe. En is klaar. Ik vind het een super dessert. Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi, echt feestelijk. Komen jullie een lekker drankje bij me drinken? Ja, graag. Wat denk je? En wat dan wel niet? Ja, ik heb iets heel bijzonders, een variatie. Het heet een Kir Imperial. Ja. En zoals je misschien weet is een Kir meestal met een crème de cassis of een crème de framboise gemaakt. Ja. Deze keer doe ik het met Di Saronno Amaretto Originale. Ongeveer 1,5 eetlepel. Dus dat doen we op de gok een beetje zo, hè. Een Kir wat, zei je? Kir Imperial heet het. En dat kun je met een champagne of een andere mousserende witte wijn doen, hè? Als, als het maar droog is. Als het maar mousserend is. Ja, natuurlijk. Imperiaal, hè? Ja. Imperiaal is keizerlijk, hè? Ja. Ik denk dat dat wel... Dat is een heel lekker drankje, hè? Lijndrukkelijk. Deze gaat naar Paul. Mama. Kijk, oh, jeet, waanzinnig. Hey. Nou, super. Dit is feest, hè? Helemaal het eind, hè? Dankjewel. Nou, dames en heren, met zo'n dessert kan je kerstmis natuurlijk niet meer fout, hè? En u heeft natuurlijk een heleboel ideeën opgedaan de afgelopen weken. Maar mocht u nou wat gemist hebben, is dat geen enkel probleem. Want u kunt natuurlijk alles heel rustig nog even nalezen in het dubbeldikke kerstnummer van Tip Culinair. Met de oud en nieuw special. Nou, meer informatie, u weet het, hè, kunt u vinden over dit programma op RTL Text, pagina 284. En over de gerechten die we met oud en nieuw gaan maken. Maar zover zijn we nog niet. We krijgen eerst kerstmis en ik hoop dat u een heel gezellig en vooral heel erg lekkere kerst heeft. En dat geldt ook voor jullie jongens. Proost, proost en bedankt. Merry Christmas. Merry Christmas.